Zo zag de start van de Urban Trail er vorig jaar uit. Hardlopen door de stad en voornamelijk door gebouwen in de stad. Dit jaar zou er op 11 mei een alternatieve variant gehouden worden, de Urban Walk. Vanwege de coronacrisis ging het niet door, maar er is een nieuwe datum, 4 oktober. Tijdens de Urban Walk maak je een wandeling door de stad en verschillende gebouwen. Het provinciehuis, de Drie Gezusters en Martini Plaza staan al vast. Je kan kiezen tussen routes van ongeveer 11 of 18 kilometer. De Urban Walk ontstond door het succes van de Urban Trail. We kregen bij de Urban Trail best wel veel aanvragen van wandelaars die mee wilden doen. Want ja, de Urban Trail is altijd uitverkocht. En toen hebben we eigenlijk bedacht van ja, volgens mij moeten we gewoon een wandelevenement organiseren in dezelfde stijl. Het evenement ging niet door en is nu volledig coronaproof gemaakt. Ja, wij hebben daar hele protocollen voor geschreven in samenwerking met het RIVM, maar ook met de gemeente Groningen. En zo zijn er een aantal voorbeelden wat wij gaan doorvoeren bij onze evenementen. Bijvoorbeeld dat startbewijzen worden opgestuurd, maar ook dat we de startwaves eigenlijk groter maken. Dat er dus meer ruimte is voor mensen. En wat we ook gaan doen is, we zorgen dat het evenemententerrein coronaproof is met 1,5 meter. Dus we zetten alles veel ruimer op. En waarom willen mensen dit zo graag? Ja, omdat het eigenlijk een uniek kijkje in de stad is. Je gaat door allerlei leuke stedelijke gebouwen. Neem het voorbeeld hier het provinciehuis. Ja, daar kom je normaal gesproken niet zo vaak binnen. Wat voor reacties krijg je dan? Ja, heel veel leuke reacties. Zo zijn we ooit een keer op Vindicat gelopen. Vonden mensen eigenlijk heel erg stinken. Maar zijn we ook een keer door de koken mogen lopen. Waar de oudere doelgroep van nu eigenlijk niet meer terecht komt. Dus je krijgt hele leuke positieve reacties. Ook door het entertainment wat we erin zetten en het helemaal aankleden. Ja, dat is gewoon super. Inschrijven voor het evenement kan via www.urbanwalkgroningen.nl.